De Limburgse derby in de top van de ranglijst. VVV staat zesde. MVV derde. MVV zelfs nog volop in de race voor de tweede periode. Maar VVV is in de openingsfase de betere ploeg. Het is een aardige kans voor de thuisploeg, voor Daan Huisman. Hij stuit op doelman Romain Matisse van MVV. VVV pakte 7 punten uit de laatste 3 duels. MVV 12 uit de laatste 5. Het enige probleem voor VVV zijn de thuiswedstrijden. 5 keer op rij, niet gewonnen. Nu gaat Schenk namens MVV. Die probeert het zelf. Maar toch aardig wat afspeelmogelijkheden voor het goal. Waaronder Reemans. De vervanger van de geschorste Koen Costons. Nabil is de bal kwijt. Raak trekt het gat. Het schot. Het is niet onaardig. In de handen van Matisse. Weer was het de Huisman. Goeie opening. Dekker. Het overstapje. Daar is Braken. Braken. Hij had deze bal misschien beter af kunnen spelen. Deel 2 op de topscorerslijst van de keukenkampioen divisie. Geboren en getogen in Maastricht. Sven Braken. Hij debuteerde in het betaald voetbal bij MVV. Hier geeft hij de bal mee aan de Boer. En dan is het 1-1 voor Huisman. En weer is daar Matisse. Johansson nog als de aanval doorloopt. Kansen voor de ploeg van Kruis in die eerste helft. De keeper van MVV. De uitblinker. De ploeg van Verberne. Minuut of 5 nog. En Braken. Dat is normaal gesproken een doelpunt bij hem. De meeste kopgoals in de keukenkampioen-divisie, maar dat het bij rust 0-0 staat, mag een klein wonder heten. Matisse was daar voor een groot deel verantwoordelijk voor, maar hier biedt hij zelf de kans aan VVV om vervolgens ook zelf weer te keren. VVV loert op de counter. Reemans geeft mee. En dan Steukers en Van Bommel. En een van de weinige kansen die het krijgt, wel benut door MVV. Weer is het Ruben van Bommel. Die in de laatste wedstrijd voor de onderbreking ook al scoorde. Toen het winnende doelpunt tegen Almere. En hier is hij opnieuw. Met een bal tegen de paal. Basisplaats veroverd. En inmiddels zijn zijn laatste 5 basisplaatsen betrokken bij 5 doelpunten. En dat doelpunt geeft MVV vleugels. Hier is de volgende kans. Voor Jarne Steukers. 20 minuten nog. Heeft VVV Klaassen met de uithaal. En dan kan Matisse er een keer niet bij. En is dit toch wel een verdiende goal voor VVV. Mooie uithaal van Robert Klaassen. Zo tegengehouden Matisse. Maar deze niet. Braken probeert te steken. De Boer met het schot en de paal. Zo gaat het richting een heerlijke slotfase in de koel. Kees de Boer met de poging. Als ineens VVV weer voelt dat er wat in zit en Matisse. Dit nog maar een keertje onderscheid. De koppel van Ketting. Er zit er dan toch nog eindelijk weer een thuisoverwinning in voor VVV. Venema inmiddels ingevallen. Venema. Venema doet het voor VVV. De laatste tijd eigenlijk alleen maar op de bank en invaller laat in wedstrijden. Maar hier oh zo belangrijk. Nog een keer MVV. En deze kopbal van Helden eindigt in de handen van Ennio van der Gouw.
Heerlijke wedstrijd, heerlijke Limburgse derby. Eindelijk weer een thuiszegen voor VVV.